workshop. Hierbij open ik deze academische zitting waarin mevrouw Linda Pagen het academisch proefschrift getiteld Stress and Worry During Cognitive Aging, Behavioral and Neural Correlates in het openbaar in de komende 45 minuten zal trachten te verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Aan u het woord. Dank u wel. Beste leden van de corona, mijn promotieteam, familie, vrienden, collega's en andere aanwezigen. Ik wil jullie vandaag graag iets vertellen over mijn onderzoek met de titel Stress and Worry During Cognitive Aging, Behavioral and Neural Correlates. Ofwel, stress en zorgen tijdens cognitieve veroudering, gedrags- en neuronale correlaten, waarbij ik zal focussen op hoofdstuk 2, 3 en 5 van mijn proefschrift. Binnen de steeds ouder wordende populatie zullen meer mensen geconfronteerd worden met veranderingen van het geheugen. 1 op de 5 zal uiteindelijk dementie ontwikkelen, waarvan de grootste oorzaak de ziekte van Alzheimer. Daarnaast worden we in onze moderne maatschappij steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen die een goed cognitief vermogen vereisen. Het is daarom dan ook niet gek dat een van de meest gerapporteerde klachten veranderingen van het geheugen omvatten. Vaak kunnen we op dat moment deze veranderingen nog niet op klinische testen aantonen en daarom spreken we dan ook van subjectieve geheugenklachten. Maar niet iedereen die denkt dat zijn of haar geheugen verandert, zal uiteindelijk de ziekte van Alzheimer ontwikkelen. Omdat we deze ziekte op dit moment nog niet kunnen genezen of voorkomen, is het van belang dat we beter worden in het identificeren wie een hoog risico loopt op cognitieve achteruitgang en wie niet, zodat we uiteindelijk gezonde cognitieve veroudering zo lang mogelijk kunnen bevorderen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat subjectieve geheugenklachten vaak gepaard gaan met zorgen over het geheugen. Hieronder verstaan we een gevoel van stress of piekeren over de mogelijke gevolgen die deze verandering met zich mee zal brengen. Daarnaast weten we dat een combinatie van zowel subjectieve klachten als zorgen mogelijk de kans op cognitieve achteruitgang vergroot. Ook als we in het dagelijks leven geconfronteerd worden met een cognitieve uitdaging, zoals plotseling moeten hoofdrekenen, zullen sommige mensen hier meer stress van ervaren dan anderen. Dit verschil noemen we stresskwetsbaarheid en ook een verhoogd stressrespons is een risico voor latere cognitieve achteruitgang. Naast deze factoren, die de focus van mijn proefschrift zullen zijn, zijn er ook nog andere factoren, zoals genetische risicofactoren, die het risico op cognitieve achteruitgang vergroten en daarom van belang zijn om mee te nemen in het onderzoek. We hebben daarom een aantal vragen gesteld. In hoofdstuk 2 vroegen we ons af of het zorgen maken over het geheugen voorspellend is voor een lager geheugenfunctioneren over een periode van 12 jaar. Vervolgens vroegen we ons in hoofdstuk 3 af of we door middel van een cognitieve stresstaak zorgen over het geheugen kunnen relateren aan stresskwetsbaarheid, gereflecteerd in een hogere stressreactie op deze taak. En of vervolgens deze stressreactie gerelateerd is aan het geheugenfunctioneren. In hoofdstuk 2 hebben we daarom naar de data gekeken van 951 individuen uit de Maastricht Aging Study. Binnen deze groep zagen we mensen met en zonder subjectieve geheugenklachten. Aan het begin van de studie hebben we informatie verkregen over het geheugenfunctioneren. Zorgen over het geheugen hebben we gemeten door middel van een vragenlijst. En we hebben informatie verkregen over de aanwezigheid van een genetische risicofactor voor de ziekte van Alzheimer. Vervolgens hebben we meerdere keren over 12 jaar het geheugen opnieuw gemeten.
Onze data liet vervolgens zien dat alleen voor de groep met subjectieve geheugenklachten, het hebben van veel zorgen, hier te zien in de donkere doorgetrokken streep, geassocieerd is met een snellere achteruitgang van het geheugen in vergelijk met mensen die zich minder zorgen maken. Omdat we wilden weten wie specifiek een risico loopt op cognitieve achteruitgang bij veel zorgen, hebben we de data opgesplitst naar geslacht en aanwezigheid van een genetische risicofactor. Hier zagen we dat specifiek voor vrouwen met een genetische risicofactor het hebben van veel zorgen geassocieerd is met een snellere achteruitgang van het geheugen in vergelijk met zowel mannen als vrouwen zonder deze genetische risicofactor. In hoofdstuk 3 hebben we vervolgens bij 93 cognitief gezonde individuen gekeken of er een verband is tussen stresskwetsbaarheid en zorgen maken over het geheugen. Dit hebben we gedaan door middel van de adaptieve PASAT, dat is een cognitieve stresstaak, waarbij we mensen vragen om getallen onder de 10 op te tellen op de volgende manier. Via een koptelefoon horen mensen een getal, bijvoorbeeld 3. Vervolgens hoort men 2. Ze tellen 2 en 3 bij elkaar op en klikken 5 aan met de muis op het scherm. De getallen blijven komen en wij vragen telkens om de laatste 2 getallen te blijven optellen. Doet men dit goed, dan komen de getallen steeds sneller, wat de druk verhoogt om goed te blijven presteren. Voor en na het uitvoeren van deze taak hebben we iedereen gevraagd hoe gestrest zij zich op dat moment voelden. Uit deze data bleek dat als mensen zich veel zorgen maken over het geheugen, ze ook een groter stressrespons tonen op deze taak. En omdat we uit ons eerdere onderzoek hebben gezien dat hoge zorgen geassocieerd zijn met een snellere achteruitgang van het geheugen, wilden we nu ook weten of een hoge stressreactie op deze taak geassocieerd is met het huidige geheugen functioneren. Hier zagen we dat alleen voor de groep met een genetische risicofactor, hier in de donkere kleur te zien, een hoog stressrespons op deze taak geassocieerd was met een lagere geheugenscore. Wat hebben we hiervan geleerd? In hoofdstuk 2 en 3 hebben wij vooral gekeken naar gedragsmaten. En we denken hieruit te kunnen zeggen dat voor toekomstig onderzoek naar cognitieve achteruitgang het van belang kan zijn om mensen te selecteren met een genetische risicofactor voor de ziekte van Alzheimer, die hoge zorgen over het geheugen rapporteren en waarbij we een hoog stressrespons zien op een cognitieve taak. Wij hebben vervolgens gekeken naar een onderliggend mechanisme voor de relatie tussen zorgen en stress en het geheugen functioneren. Een gebied in het brein dat betrokken is bij zowel stress als het geheugen functioneren is de locus coeruleus, ofwel de blauwe kern. Dit is een gebied diep in de hersenstam en de bron van noradrenaline. Dat is een stofje dat vrijkomt in het brein bij het ervaren van stress of spanning en via de wijdverspreide verbindingen beïnvloedt deze zo het geheugen. Je kunt zich hierbij voorstellen dat ik vandaag voor mijn verdediging best een beetje gespannen ben. De activiteit van mijn blauwe kern zorgt er dan ook voor dat ik wat meer alert ben en daarom hopelijk op de top van mijn kunnen presteer. Je kunt zich ook voorstellen dat als deze spanning mij nu te veel zou worden of ik hou deze spanning te lang vast, dat meer activiteit van mijn blauwe kern ervoor zorgt dat ik eigenlijk dan niet meer zo goed ga presteren. Naast deze relatie met het geheugen functioneren, weten we ook dat als we inzoomen op de cellen van de blauwe kern, dat we hier al vroeg in het leven, nog voordat er geheugensymptomen ontstaan, mogelijk een opstapeling van de giftige eiwitten kunnen zien die betrokken zijn bij de ziekte van Alzheimer. Samengenomen denken wij daarom dat de blauwe kern mogelijk een grote rol speelt in de relatie tussen het hebben van zorgen en het geheugen functioneren tijdens cognitieve veroudering. We vroegen ons daarom ook in hoofdstuk 5 af of er een verband is tussen het maken van zorgen en de neuronale activatie van de blauwe kern en de geheugenstructuren in het brein tijdens een geheugentaak. We hebben daarom 28 individuen uit de Maastricht Aging Studie van hoofdstuk 2 weer gevraagd om mee te doen met ons onderzoek. Binnen deze groep waren verschillende niveaus van zorgen over het geheugen aanwezig. Iedereen onderging een MRI-scan, waarmee we de blauwe kern zichtbaar konden maken, hier te zien als 2 lichtere strepen aangegeven door de witte pijltjes.
en waarmee we de hersenactiviteit konden meten tijdens het uitvoeren van een geheugentaak. Om de blauwe kern te stimuleren tijdens een geheugentaak, hebben we een speciale taak gebruikt. Hier worden sommige afbeeldingen, zoals de bal, getoond in de context van hoge spanning, bijvoorbeeld door een tijger. Hierbij verwachten we meer activiteit van de blauwe kern en dus ook dat de bal mogelijk iets beter onthouden wordt. In contrast werden andere afbeeldingen, zoals de klok, getoond in de context van lage spanning. Daarbij verwachten we iets minder activiteit van de blauwe kern en dus ook dat de klok mogelijk net iets minder goed onthouden wordt dan de bal. Om dit te testen vroegen we iedereen na afloop van het zien van alle plaatjes of het plaatje wat ze opnieuw zagen precies hetzelfde was als het plaatje dat ze eerder zagen, of dat deze misschien net anders was. En hierbij konden de verschillen soms heel subtiel zijn. Wij zagen in onze data dat voor de groep met weinig zorgen over het geheugen, als een plaatje onthouden was in de context van lage spanning, dat activiteit van de blauwe kern zorgde voor een betere geheugenprestatie. Vervolgens, tegen onze verwachting in, zagen we voor plaatjes in de context van hoge spanning dat activiteit van de blauwe kern zorgde dat het optimale punt voorbijgeschoten werd en dat we dus een lagere geheugenprestatie zagen. Het interessante was juist dat voor de groep met veel zorgen, daar zagen we als plaatjes onthouden waren in zowel hoge of lage spanningcontext, dat activiteit van de blauwe kern niet meer bijdroeg aan een piek in geheugenprestatie. We denken daarom dat onder hoge zorgen de blauwe kern mogelijk niet meer in staat is om het geheugen te optimaliseren. Samengenomen hebben we in deze onderzoeken gezien dat er een verband is tussen het hebben van zorgen en de snellere achteruitgang van het geheugen, waarbij specifiek vrouwen met een genetische risicofactor het hoogste risico op cognitieve achteruitgang liepen. Daarnaast zagen we een verband tussen zorgen en cognitieve stresskwetsbaarheid, waarbij we ook zagen dat vooral de groep met een genetische risicofactor al lagere geheugenscores liet zien. Als laatste zagen we dat een mogelijk onderliggend mechanisme voor deze relatie een dysfunctie van het noradrenerge systeem is, die onder hoge zorgen niet meer in staat is het geheugen te optimaliseren. We hebben hier vooral data laten zien waarbij we veel mensen hebben gevraagd om mee te doen voor dit onderzoek. Daarom kunnen we ook een belangrijke vervolgvraag stellen, waaronder: wat betekent dit nu voor het individu met zorgen? Hierbij wil ik een aantal belangrijke punten aanstippen. Wij hebben vooral gekeken naar groepen cognitief gezonde mensen. Daarom is het voor toekomstig onderzoek ook belangrijk om niet alleen te kijken naar achteruitgang van het geheugen, maar ook naar uiteindelijke voorkomen van de ziekte van Alzheimer. Daarnaast moeten we in deze groepen meerdere risicofactoren gaan onderzoeken, zodat we uiteindelijk individuele risicoprofielen kunnen gaan ontwikkelen. En als laatste moeten we niet alleen kijken naar risicofactoren, maar ook naar beschermende factoren, zodat we mogelijk interventies kunnen ontwikkelen die zowel zorgen als stress verminderen en daarbij goede cognitieve veroudering kunnen promoten. Hierbij wil ik u heel graag bedanken voor uw aandacht en geef ik het woord terug aan de projector. Dank u wel voor uw duidelijke betoog, duidelijke en goed geïllustreerde presentatie. Zoals duidelijk mogen zijn, is er vanmiddag een uitgebreide oppositie van 7 leden. En I switch swiftly to English, also briefly. We have 7 members in the corona for our guests here in the audience. So we have what we call a double hybrid thesis. That means that questions will be addressed in English and answered in English, or will be addressed in Dutch and answered in Dutch. Okay? Goed, dan gaan we terug in het Nederlands en de oppositie zal worden geopend door de voorzitter van uw leescommissie, professor Rutte. Hij is verbonden als hoogleraar in de psychiatrie aan onze universiteit en ik geef hem graag als eerste het woord. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte mevrouw de kandidaat, beste Linda, complimenten voor het geweldig sterke werk. Echt een voorbeeld van integratieve neurowetenschappen, waarbij de expertise vanuit je begeleidende team samenkomt bij jouw project. En jij dat ook in de laatste jaren tot een succes hebt gebracht. Dat is te lezen in dit proefschrift. En ook te horen in jouw presentatie. Het is echt een mooi voorbeeld van
een van de eerste PhD-studenten van het Centrum voor Integratieve Neurowetenschappen, waarbij je promotieteam ook succesvol een beurs heeft kunnen aanvragen om dit onderzoek te doen. Complimenten dus ook voor het promotieteam. Je hebt in je proefschrift 5 originele artikelen aangehaald. Daar heb je er vandaag 3 of 4 van laten zien. Het was een ontzettend interessant stuk om te lezen. Gecompliceerd ook vanwege de verschillende disciplines die je nodig hebt om je onderzoek te doen. Kliniek, epidemiologie, experimentele neurocognitie, biochemie zelfs, genotyperingen. En je hebt ook daarbij het effecten van geslacht meegenomen bij vrouwen versus mannen. Om met oppositie te starten wil ik je uitdagen, of moet ik zeggen u uitdagen natuurlijk, om nog eventjes terug te kijken naar het overkoepelende thema van stress en zorgen maken bij veroudering en bij cognitie. En een van de dingen die wat u betreft daar een rol bij spelen is de emotionele component die bij het zorgen maken een rol speelt, die ook een predictie, een voorspellende waarde hebben bij het ontwikkelen van cognitieve achteruitgang. Angst en depressie voorspellen latere cognitieve achteruitgang. En dan bent u naar regionen en hersenstam gaan kijken, de locus ceruleus, de blauwe kern. En dat kan ik hartstikke goed volgen, maar als u het mij had gevraagd, en ik denk ook andere leden hier in de corona misschien ook, en u had dit thema uitgelegd, dan hadden andere mensen misschien gezegd van, nou ja, goed, die blauwe kern is interessant, maar misschien zou dat wat er net naast ligt, of er omheen ligt, de dorsale raphe-kern, ook een heel interessant object zijn, onderwerp van studies. Dus mijn eerste vraag zou zijn, hebt u dit overwogen? En zo ja, wat hebt u daar iets mee gedaan? Want ik kwam in het hele proefschrift het woord dorsale raphe op serotonine, kwam ik helaas niet tegen. Hooggeleerde opponent, allereerst bedankt voor uw complimenten en ook uw vraag. U vraagt of ik ook nagedacht heb over de raphenuclei en over de emotionele component. Dat moet ik eerlijk zijn, we hebben het eigenlijk niet met de insteek gedaan om ook naar deze kernen te kijken. Los ervan dat het natuurlijk een hele logische dat hij daarbij betrokken is. We hebben eigenlijk de insteek gedaan vanuit een veld dat heel erg in opkomst was. En dat is de blauwe kern waar ik zorgvuldig ook over verteld heb. En dat is eigenlijk omdat we getriggerd waren door het idee dat dat de blauwe kern al heel vroeg mogelijk die opstapeling van die giftige eiwitten die bij een ziekte van Alzheimer, dus tauwpathologie. Ja, maar dan wil ik u meteen een repliek bieden dat voor de raphe-kernen hetzelfde is. Hè? Dus je zit heel vroeg in die ontwikkeling, zijn beide kernen al aangedaan met tangles. Dus dat argument. Ja. Ja, we wilden ons daar dus bij focussen op de locus ceruleus, die we ook in samenwerking met mijn team mooi in beeld konden brengen. En daarbij hebben we niet het uitstapje gemaakt om ook naar de andere kernen binnen mijn onderzoek te kijken. Maar om echt te focussen op het manipuleren door middel van cognitieve stresstaken. Dus dicht bij de cognitie blijven, dicht bij het onderdeel waar men zich zorgen om maakt. Dus niet zozeer de emotionele component die daarbij komt kijken, maar eigenlijk het onderwerp waar men zich zorgen om maakt. Dus, en daarbij denken wij dat de locus ceruleus ook meteen het geheugen beïnvloedt, omdat hij toch veel connecties heeft naar de hippocampus en ook de amygdala. En dat een mooi startpunt was om dit uit te zoeken. Ik denk dat u helemaal gelijk heeft, dat als we dit verder gaan uitbreiden en ook als we zien wat hier nu uitkomt, dat het zeker niet gek is om ons ook op andere kernen te gaan richten. Want dat Dank zou natuurlijk een gemiste kans zijn. Ik wil nog eventjes zeggen dat het een heel goed antwoord is, maar waarschijnlijk ook wel is dan onderliggende basis dat uw promotieteam het ook voor de eerste keer heeft mogelijk gemaakt om het locus ceruleus met 7 testen en 3 te visualiseren. Ja. De dorsale raphe-kern is natuurlijk wat verspreid netwerkje wat er omheen ligt. Het is veel lastiger om dat ook aan te tonen. Ja. Ik wil nog eventjes een vervolgvraag stellen. En ik wil u even meenemen naar dat hoofdstuk over worrying. En ik vroeg me af of u dat nu ziet als een predictor, een moderator of een mediator of een exposure. Wat mij betreft kan dat allemaal, maar ik weet niet hoe u dat dan ziet.
Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is die we denk ik door deze data niet meteen kunnen beantwoorden. Het is natuurlijk een beetje de kip en het ei vraag. Ligt er onderliggende pathologie en krijgen mensen daarom zorgen? Of dragen de zorgen bij aan, aan uiteindelijk de ontwikkelingen, de wear and tear, et cetera? Ik denk in alle gevallen dat we wel kunnen spreken van dat het een mediator is. Dus in dit geval hebben wij het echt gezien als een teken wat bij mensen naar voren komt, wat ze dus verbaal kunnen rapporteren zonder dat je daar invasieve testen voor hoeft te doen, die eigenlijk een indicator is van dat er mogelijk iets aan de hand is, dat er mogelijk al onderliggende veranderingen gaande zijn die eigenlijk bij deze mensen zich uiten in ik maak me zorgen omdat ik zelf eigenlijk merk dat ik ken mezelf het allerbest dat dingen aan het veranderen zijn. Dus ik denk dat dat onze insteek is. Daarbij moet ik natuurlijk altijd eerlijk zijn dat, dat ik er niet onderuit kom om te zeggen dat als iemand zich dagelijks heel veel zorgen maakt, daar misschien bijkomstige stress bij ervaart, dat natuurlijk bijdraagt aan de wear and tear van de systemen waar we juist eigenlijk zoveel belang van hebben om een goed geheugen functioneren te behouden. Dank u wel. Ik geef graag het woord terug aan de ProRect. Dank u wel. The opposition will be followed by Professor Salmon. He was also a member of your reading committee or your assessment committee. And he is affiliated as Professor of Neuroimaging at the University of Liège in Belgium, and I'd like to thank him that he joins us this afternoon. Thank you, Mr. Pro-Rector. Geachte kandidaten, first, I would like to thank you, your excellent promoters, and the University of Maastricht for inviting and for giving you all that interesting topic to deal with. I certainly would like to congratulate you for all the job you made, a quite interesting analysis and clear presentation. But I'm not only here for congratulations, I've been invited for a defense. So I first would like to address part of the neuropsychological or cognitive part of your introduction. You've been telling that the negative effect of worry on cognition could be related to attentional modification. I would like you to discuss a potential alternative, which would be metacognition. And I think you've been dealing a little bit with it, but just discuss, would it be more attention or would metacognition be a good way to tell that effectively that kind of worry means that people are not analyzing their self possibility correctly? Highly esteemed opponent, thank you very much for your kind words and your question. So you asked me to reflect on if also a different explanation could be a metacognition. Yes. I do think that we also used to measure worry. We used the MIA, so the metacognition and adulthood questionnaire, and I think it's worry is a way how they interpret how people perform themselves. And obviously that could also be, and therefore in one of the chapters we also looked at personality and at other factors that could also be something people interpret wrongly, that they actually are doing a lot better than they think. Therefore, I think currently also worry in a clinical setting is not necessarily immediately a reason for concern. But I think if we look at it scientifically, it could already in people who report it, who take the extra step to report to someone that they're feeling worried, it could mean that they, and therefore I point out to attention, that they also on a daily basis are paying more attention to what they're doing. So for example, if they're confronted with a memory task,
they might already be worrying about that, so they might already attend more to it and therefore also think about it more, activate additional resources, etc., but makes them very aware of what they're doing all the time and elevate the worries possibly. Okay, so we will keep both alternative explanations. Okay. Then I will switch to chapter 3, and I would like to go to a very simple and quick statistical question. You've been using a very interesting adaptative PASAT task, and you report mean reaction time and standard deviation. My simple question is, why did you take mean and not median? We just looked at the data, and we thought that the mean was a good reflection, as people have various they had a quite big variation in reaction time, which was almost normal, and therefore we used the mean time. Actually, how they over, I mean, it was 160 trials. How on every trial they on average reacted. If we would have taken the median, I think for some people that would sometimes have shifted their abilities a little bit, because I'm going the wrong way. It would actually be very similar. Large heterogeneity. Yeah. Median might be. Yeah. No, I actually wanted to go the other way. But if you see something which is looks like then the median and the mean would be relatively similar. Yeah. The clear answer I would keep, because this one is precise enough. Thank you. And now I do not have time to go through all those, and I will switch directly to chapter 6. And in chapter 6, in your abstract, you just tell us that the degradation of the anticorrelation between your cerebellar network and the medial frontal cortex is correlated to worse memory performance. But somewhere in your results on figure 4, this is the loss of correlation between cerebellum and middle frontal gyrus, not medial frontal gyrus, that is correlated to worse memory performance. So from a very anatomical viewpoint, I just would like you to kindly make a distinction you see between the medial frontal and the middle frontal cortex, who have got quite different functions. And so it was not clear for me which one you were addressing. There is a correlation with both at a given time, but then when you make the complete analysis in order to separate your both groups, then you end up with a left middle frontal when you investigate by group bifunctional connectivity. And so because that's the middle frontal, which is there in the group bifunctional connectivity, I do not understand why in abstract you target the medial frontal cortex. I would like to ask you to give a short answer. If I have to be absolutely honest, I think the results that we found that were relevant for the memory functioning is the middle frontal gyrus, because we saw there that that there was a in the end a relation with memory functioning. So we saw this executive component, the cerebellum correlating the So the functional connectivity from the default mode network seed of the cerebellum to the middle frontal gyrus was the component actually that influenced or correlated in the end with better memory performance in the control group and worse for the AMCI people. Okay, and if I got my 1 minute or not?
Okay. Sorry. Thank you. That's sorry, time is over. I'm sorry. So, de oppositie wordt nu in het Nederlands voortgezet door Dr. Sikkes. Zij is verbonden aan de afdeling Clinical Neuro and Developmental Psychology van het Amsterdamse UMC. En ik geef haar gauw het woord. Dank u, meneer de professor. Geachte mevrouw de kandidaat, ook ik wil graag met u van gedachten wisselen over uw proefschrift. Ik heb het met zeer veel plezier gelezen en ook gezien hoe u een veelheid aan perspectieven heeft genomen met bekijken van de relatie tussen stress en zorgen tot cognitieve veroudering. En ik wil u daar graag bij feliciteren en in deze felicitaties wil ik ook graag uw promotoren en co-promotoren meenemen. Nou, ik ben hier ook niet alleen om u te feliciteren, maar ook om met u de wetenschappelijke degens te kruisen. En daar wil ik mee beginnen met een algemene vraag. En het is al een beetje aan bod gekomen bij de vorige opponenten. U geeft aan dat het begrip SCD, en dat geeft u in uw introductie al aan, dat dat heel heterogeen is. Dus die subjectieve klachten, die kunnen allerlei oorzaken hebben. En daar haalt u ook het werk aan van de SCD Working Group, waar inderdaad het zorgen maken wordt gezien als een specifiek onderdeel van die SCD plus criteria. Nou zitten daar eigenlijk meerdere criteria zitten daarin. En dan wilde ik eigenlijk als eerste aan u vragen van waarom heeft u nou zo die nadruk gelegd op die zorgen en niet zozeer op die andere factoren? Bedankt voor uw complimenten en ook uw vraag. U vraagt eigenlijk naar het SCD-initiatief, waarin eigenlijk meerdere factoren aangehaald worden die van belang zijn om aan die SCD-plus factoren eigenlijk te voldoen. Ik denk dat mijn antwoord daar in die zin tweeledig is. Zijn wij dit onderzoek ingegaan om op verschillende manieren eigenlijk te kijken of we mensen kunnen identificeren waar mogelijk een hoog risico lopen voor cognitieve achteruitgang, wat samenhangt met het functioneren van de blauwe kern. Dus een van de redenen waar we ook op zoek zijn gegaan of zijn gaan kijken naar factoren van zorgen en stress, is omdat dat een enorm grote samenhang heeft ook met het noradrenerge systeem. Daarnaast hebben we ook uiteindelijk keuzes gemaakt, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 van de Maastricht Aging Studie, omdat niet alle factoren altijd beschikbaar waren. We al een hele vrij uitgebreide vraag hadden en daardoor echt hebben gefocust op de hypotheses die wij hadden en deze niet exploratief hebben uitgebreid met nog andere factoren. Mm-hmm. Oké. En dan ben ik daarbij benieuwd, hè, want wat ik me ook kan voorstellen, een rol gespeeld zou kunnen hebben, is dat er specifiek in relatie tot die zorgen, dat het vaak wordt gezien als als het element van de subjectieve klachten, die dan toch het meeste informatie geeft over wie uiteindelijk dementie krijgt. En dan was ik benieuwd of u bekend was met een recente studie, het is van collega's van u uit Maastricht, waarin ze de karakteristieken van SCD hebben onderzocht, waarbij ze 20 verschillende cohorten hebben samengenomen en gekeken welke karakteristieken nu gerelateerd waren aan amyloïdeopstapeling. En nou vonden zij een aantal kenmerken, namelijk specifiek geheugen, aandacht, wat natuurlijk ook interessant is, en dat de naaste de klachten ook moest bevestigen. Maar opvallend genoeg vonden zij nou niet die zorgen. En dan bedenk ik, ja, dat is dan toch anders dan ik verwacht had. En mijn vraag is dat nou ook anders wat u verwacht had? En had u misschien met deze studie in uw achterhoofd het toch nog iets breder zouden moeten bekijken? Ik
Ik denk ook dat dat iets is wat ik verrassend zou vinden. Dat zeker ook eerdere studies, ik denk Jesse en collega's hebben ook gevonden dat vooral SCD met zorgen gerelateerd is aan hogere amyloïdewaarden. Dat komt vrij overeen. Ik bedoel, dat is deels een aanname met dat wij het ook vooral vinden in de APOE4-carriers, deze relatie, waar we ook eigenlijk verwachten dat er misschien al meer amyloïde-burden is. Dus ik denk dat dat zeker verrassend is, ook gezien onze data. Ik denk dat het altijd, en dat is ook iets wat me gefascineerd heeft gedurende dit onderzoek, als we naar gedrag vragen aan mensen, dat we ons heel bewust moeten zijn welke vraag we precies stellen. Ik denk ook dat er veel verschil is tussen onderzoeken die bijvoorbeeld de vraag stellen door alleen maar te vragen, heeft u het idee dat uw geheugen verandert en maakt u daar zich zorgen over? Wij zelf hebben bijvoorbeeld voorkeur op een vragenlijst die wat meer componenten hierover afvraagt, zodat we ook meer een continuum konden creëren in plaats van een dichotome. En zo zijn er nog een legio aan voorbeelden waar mensen deze vraag toch net weer anders stellen. En daar dus ook de interpretatie van de persoon net anders kan zijn. Dus ik denk dat we altijd ons bewust moeten zijn van de heterogeniteit en ook van de gedachten van de mensen zelf als ze dit beantwoorden. Wat mogelijk soms misschien in sommige groepen grote invloed kan hebben in de uiteindelijke bevindingen. Ik zou daarom ook niet per se willen zeggen dat op basis van de studie van mijn collega's we nu zorgen achterwege moeten laten. En deze niet met amyloïde of latere risico samenhangt. Nee. Maar anders gesteld, zou u het wel breder willen onderzoeken? Zou u naast de zorgen bijvoorbeeld ook wel de component van specifiek geheugen en specifieke die consistentie erin, zou u dat ook willen meenemen? Ja, ik denk dat het ook wat ik aan het einde zei heel belangrijk is dat we richting een misschien meer personalized medicine approach gaan, waarin we dus denk ik bijna verplicht zijn om het breder te nemen, meerdere factoren te onderzoeken, waardoor we ook de individu zelf uiteindelijk beter kunnen, als wij denk ik als wetenschappers heel goed ons best doen, in de kliniek ook beter van dienst kunnen zijn. Om de factoren goed bij elkaar te pakken en daar uiteindelijk een goede conclusie aan te verbinden. Mm-hmm. Nou, dan wil ik tot slot nog één korte slotvraag stellen. En dat is eigenlijk, want u heeft het en in uw hele heldere presentatie had u het ook over preventie. En dan had u het ook over preventie met relatie tot zorgen maken. En dan ben ik benieuwd of u daar ook specifiek iets bij in gedachten had. Gezien de tijd moeten we voortgaan en is deze vraag zo straks gesteld kunnen worden, maar we moeten helaas verder. Ja, dank u wel. Goed, de oppositie wordt voortgezet door professor Kotz. Zij is verbonden als hoogleraar Neuropsychology and Translational Cognitive Neuroscience at this university and I would like to give her the word, professor Kotz. Thank you, Peter. Dear candidate and also team of supervisors, I congratulate you to this wonderful piece of work on a very relevant topic, also your very excellent presentation today. I'd like to ask you a couple of questions with regards to chapter 6 on your ideas of the default mode network and the connectivity between the cortex and the cerebellum. I'm very happy to see that type of analysis, given my own personal interests, but I'm curious how far you would push these types of results that you present, namely quantitative differences between mild MCI candidates and healthy controls as a means of clinical diagnostics. What do we do with quantitative differences? They're relative, and how do they really inform us in terms of neuropsychological assessment? Thank you, highly esteemed opponent, for your compliments and your question. Yeah, so your question is about the chapter with the cerebellum and how we would use the results we got to quantify that in the clinic. I think that is still maybe a step too far.
at this point. I think because this is also functional MRI, I think at this point we're not that far yet that we would have high quantities of patients coming in receiving a functional, even resting state scan, which isn't maybe the hardest thing for the patient to do, but it needs quite some processing, I think, afterwards to use in the clinic. So what I would suggest from this data is actually that we as researchers, when we are looking at this big group, which I also discussed with the previous opponent, of large heterogeneity, we have several stages. If we really want to understand what is going on, which subtleties are all happening, that the cerebellum actually plays a really big role probably in that, because it is the part of the brain that really shapes or pushes a little bit when we maybe are doing something wrong. I think in the biggest example is in motor, if we stumble on something, it's the cerebellum who like adjusts quickly the way our balance and gait and everything goes. And that I think also fits nice with our results, where we saw that it via executive functioning can actually shape the memory a little bit. And therefore, I think we should actually look at maybe groups before AMCI, because this is already a group where we see daily functional difficulties. Mm-hmm. And take it maybe a step earlier and then maybe relate that to actual neuropsychological tests. Maybe more sensitive tests we would probably need for that to pick up on. And then we could, if we find robust results in that, we could maybe take it to the clinic and say, okay, we have this test here. We know there is this really robust finding of underlying neuronal changes. If you add this test to your clinic results, you get more information on what type of person is sitting in front of you, what underlying changes you might see. Mm-hmm. excuse me for 1 second. A big bulk of the dissertation deals with stress and its consequences for cognition. This doesn't seem to play a role in this particular chapter. And in particular, given what you said before, namely that we probably have to consider gender in this equation, and a higher vulnerability in females. I'm curious why this didn't play a role in this chapter on the one hand, and why you only tested males. Yeah, so I have to be honest, this is, even though it was almost the last chapter of my dissertation, it was actually my first introduction in research. There's a project I did together with Heidi, and it was data that was already available to us. Due to the nature of the question the researchers had, which was about spatial awareness, they decided to include only males. I fully agree that even though we learned a lot from this chapter, and I do not think that we should disregard data just because there was a decision made in the past, that I think in the future we should always be aware that there should be females and males included, so we can always also test or check for differences in sex. Contextually, it may actually be very interesting to look at that link here between stress and cognition, because we also know a lot about emotion regulation and the cerebellum. So I invite definitely. That very much. Yeah. Does that mean I'm coming to the end? Exactly. All right. Thank you very much. I think my message was clear to you perfectly. So the opposition will be continued by Professor Linden. He is appointed as professor at Translation Neuroscience at our university, and I'd like to give him the word as well. Dear candidate, also from me, congratulations on your excellent presentation and very comprehensive work on your thesis, multi-methodological work with really a lot of methodological advancement on a very interesting topic, and that is the links between cognition and stress and aging. I would like to zoom into chapter 4, which is partly because you didn't
covered in detail in your presentation, and partly because I was interested in your way of measuring activation of the sympathetic system. And I'd like to guide you directly to table 2 on page 88, and perhaps explain to us a little bit why you thought amylase levels would be a marker of sympathetic activation, and whether that is actually what you found. Highly esteemed opponent, thank you for your compliments and your question. You directed us to page 88 for, I think, mainly your question about alpha amylase, if I understood that correctly. It's actually from previous research from, I think the main name that comes up is Kirschbaum and colleagues, who actually showed that alpha amylase in your saliva is actually an indirect measure of noradrenaline or the sympathetic nervous system. And as this was a pilot study in which we tried in a relatively non-invasive way to see if we could measure the sympathetic nervous system activity while people were just sitting in the room, were confronted with a cognitive stressor and had to do some memory tasks, which while allowing us to at different time points during this experiment to actually measure what happened over time with their sympathetic nervous system activity. And what happened over time? Yeah, so we were actually a little bit surprised by what we saw because we actually saw that at baseline we had a very relatively high alpha amylase levels, which actually instead of our expectations to go up after the stressor, it went down a little bit. So that's why we dove deeper into the data, and we actually saw that there was quite a distinct division between people who actually showed us that they improved on the task, which was a relatively difficult task we gave them, and people who did not. And that especially the people who did not improve had at every single time point, and I think that is what you can see in table 2, a significant difference in their alpha amylase levels, so that they were always on every time point a lot higher than their learner participants. So we actually thought that was really interesting, and that could actually mean that if we look at this inverted U that I showed, where we assume that some activation of the noradrenergic system helps us, actually it prepares us for what task we need to do, but that too much will actually impair us in what we're supposed to do, that maybe these non-learners were already, because of the hyperactivation of the sympathetic nervous system, already at a disadvantage to actually learn or show practice effects on this task, while the learners who did improve between the two tasks actually could still benefit from their slightly lower sympathetic nervous system and the context we set them in. So you do have an interpretation for this group difference, but you would agree with me that it's difficult to interpret the time progression or lack of time progression. You said this is not what you expected. You would have expected an increase after the stress test, wouldn't you? I think initially, and that's also what the majority of the literature suggests, that if you would take a baseline measurement after people sat down and relaxed for a few minutes, and you would then give them a cognitive stress task, that after this cognitive stress task, you would actually expect the alpha amylase levels to go up relative to that baseline. I think there could be some explanation. I'm
I'm sure we could be discussing this in much detail. These are very interesting findings. I would also have loved to discuss with you about the links between worry and cognition, but Mr. Prorector will be pleased that I won't be doing this, but I'm handing the word straight back to him. Thank you. Thank you very much. You're even 1 minute ahead of time. Very good. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Van den Hoven, hij is verbonden als hoogleraar neuroepigenetica aan onze universiteit. En ook hem geef ik graag het woord. Dank u wel. Dank u mevrouw de kandidaat. Allereerst mijn complimenten aan u voor het prachtige proefschrift en ook aan uw promotieteam. Gezien de tijd zal ik snel verder gaan. En ik zal u dan niet een van de paranimfen vragen om stelling 7 voor te lezen. Dat doe ik zelf eventjes. Toekomstig onderzoek is gebaat bij een duidelijke definitie van stress. Mijn aandacht ging uit naar het woordje 1, omdat u misschien inzet op 1 definitie van stress. Als ik dan even kijk in hoofdstuk 1 welke definitie u daar specifiek aankaart in de box, dan heeft u het eigenlijk om een situatie waarbij de persoon niet in staat is of niet de middelen beschikt, of niet over de middelen beschikt om met de stresser om te gaan. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Ik vroeg me dan af hoe zich dat relateert tot de manier waarop u zelf stress in het verdere onderzoek hebt meegenomen. Dus misschien kunnen we daar kort op antwoorden, alvorens naar de tweede vraag. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw complimenten en uw vraag. Ik wil allereerst zeggen dat ik misschien nog niet per se op 1 definitie van stress doelde, maar vooral een duidelijkere. Maar ik denk waarom wij de definitie van stress zo geplaatst hebben, is omdat we het in de context van cognitie hebben gedaan, waarin we zien dat stress initieel voor additionele resources recruitment kan zorgen. Dat is beneficial, dat doen we elke dag. Daarom presteren we zoals we presteren. Maar dat op het moment als er iets onderliggends is, en vandaar juist ons onderzoek ook naar cognitieve veroudering, verslechtering en uiteindelijk de ziekte van Alzheimer, dat deze resources door veranderingen in het brein niet meer gerecruit kunnen worden. En daardoor, als je iemand dus uitdaagt, dus uit zijn comfortzone haalt, dat eigenlijk extra zichtbaar wordt. Dus vandaar deze definitie van stress. Ja, die valt te verdedigen. Misschien deels ook aan te vallen, maar ik ben tevreden met het antwoord. Dan wil ik even overstappen naar de rol van depressie. Dus u schetst ook in hoofdstuk 2, dat heeft gekeken naar de SCL-scores. Een korte vraag erbij is dat alleen op baseline gebeurd of is dat herhaaldelijk gebeurd? Dat kon ik even niet zo snel terugvinden. We hebben dat alleen op baseline meegenomen. Ja. Dus we hebben eigenlijk alleen cognitie herhaaldelijk als uitkomstvariabelen en zowel depressie, zorgen en jouw genetisch risicofactor, maar allemaal op baseline. Ja, dan had ik dat goed geïnterpreteerd. U zegt dan ook verderop dat het zorgen maken, het worrying, de angst ook daaromheen, die correleert wel deels ook met die depressiescores, maar ook niet helemaal. Ja. En als u dan matig gaat corrigeren voor depressie, dan ziet u niet dat depressie daar zelf een belangrijke rol speelt in hetgeen u bestudeerd heeft. Ja. Nu wordt stress als risicofactor gezien voor de ziekte van Alzheimer. Depressie zelf niet, maar er zijn wel studies die tonen aan of die suggereren dat depressie misschien een prodromaal stadium van de ziekte omhelst. Hoe moet ik dat nou passen in het verhaal dat u hebt bestudeerd? Is depressie nou wel of niet belangrijk? Wat is uw zicht erop? Ik denk dat depressie in die zin belangrijk is ook om mee te nemen, omdat we kijken naar een hele gezonde groep eigenlijk van mensen die allemaal mee hebben gedaan aan deze studie. En we weten ook, zoals ik al aanhaalde, er is gewoon een correlatie tussen depressieve klachten, zorgen maken, het ervaren van stress. En we wilden daar in die zin ook vooral in eerste instantie zeker van zijn dat dat we niet een bijeffect of eigenlijk meten dat het juist de mensen waren met hoge depressieklachten die wat lager geheugenfunctioneren toonden, die ook de hogere stress misschien. Dus daarom hebben we daar eigenlijk voor gecontroleerd. Een bijgaand punt is, en dat haalde u zelf ook al aan, is dat we juist ook wel in deze groepen zien als risicofactor eigenlijk, of als een prodroom van latere achteruitgang van het geheugen, dat depressie daar ook een rol in speelt. En dat zagen wij dus ook niet in deze studie. Dat kan mogelijk ook te maken hebben met dat het een hele gezonde groep is. Dat deze mensen cognitief vrij gezond waren, zeker allemaal op baseline.
Dus, maar we wilden er in ieder geval zeker van zijn dat we dat niet over het hoofd zagen en dat we geen relaties zagen tussen depressie en iemand die op dat moment daarom ook minder goed scoort. Denk u dat als u op de latere tijdstippen, waarop eventueel cognitieve achteruitgang gemeten zou worden, depressie nog eens een keer zou meenemen, die scores, dat u dan wel iets zou vinden? Of is het gewoon moeilijk te zeggen omdat het een specifieke populatie betreft? Ik denk dat het, ik bedoel, dat kunnen we nooit uitsluiten, maar ik denk wel dat het, als we ook zouden uitnemen wat van uitkomsten er bij deze mensen, dat hadden we op dit moment helaas niet beschikbaar van deze groep. Maar we weten bijvoorbeeld dat er in populaties met dementie, de ziekte van Alzheimer, ook veel andere psychiatrische symptomen voorkomen, waaronder depressie. Mensen die depressieve gevoelens ontwikkelen, ook misschien door wat er aan de hand is. Dus ik denk zeker dat als we meer groepen ook uiteindelijk zouden meenemen, dat het mogelijk wel juist van belang is om die depressiefactor te blijven meenemen, omdat ze misschien wel juist de kop op kan steken bij sommige groepen die misschien uiteindelijk verder ontwikkelen, helaas naar dementie of cognitieve achteruitgang. Prima, en dank u wel. Ik ben tevreden met de antwoorden. Ik geef het woord graag terug in de project. Dank u wel. Then the opposition will be continued by Dr. Van Egro. He is affiliated with the Department of Neuropsychiatry at our university, and I would like to give him the opposition for his final remarks. Thank you very much. So, dear candidate, first of all, I really want to join the other members here in congratulating you and the promotional team for your excellent work. As you know, this is the first time for me on this side of the experience, and I must say that you set the bar and expectations very high for the future, so congratulations again. But now I also have questions for you. First, I have a question that relates to the broader context of your work and to several chapters in your thesis. So you make the point that stress and stress vulnerability constitute interesting indicators of cognitive performance, cognitive decline, and potentially AD-related processes. However, we also know that there are direct relationships between stress and other lifestyle risk factors that have been, in turn, also strongly associated with cognition and Alzheimer's disease. For instance, one of them, as you could expect from me, is a poor sleep quality. But there are also others, such as physical activity, social activity, etc. So my question is, could you comment on the potential relationships between stress or stress vulnerability and these other lifestyle factors? And second, in the chicken or the egg approach, would you say that stress constitutes a mediating factor in these relationships, or is it the other way around, or are they independently contributing? Esteemed opponent, thank you very much for your question and your compliment. Your first question was how also stress relates to other lifestyle factors, and I think that is something that would be definitely really interesting to research in a next step to see. Certainly, I think in a study we are currently conducting within our group, we're collecting a lot more information about what people are doing in their daily life. And I think it would be really interesting to see, first of all, if people who have higher worries or who experience the higher stress vulnerability, if they would also experience for instance, more sleep, or if they're less active. I do would want to make, I think, one remark then, because we're looking at cognitively healthy individuals who have a very broad age span, that I think I would want to add something like a diary or something that would tell us about what is happening in that day, because certainly if we're looking at the factor stress vulnerability, I think there is a cost to the way they react. So for example, how we set it up in our study, we actually confronted them with a seemingly easy task, just count numbers on the 10. And we even then see that some people experience that as much more stressful than other people. So that could also be in daily life, something at work, family, etc. And if those people are then also vulnerable to the other lifestyle factors. Thank you for your answer.
And then a more specific question. So in your study in chapter 4, you ask participants to abstain from caffeinated drinks before coming to for the experiment. So I do understand the importance for the saliva sample data collection, of course, but I guess that most of us are also familiar with the negative effects on cognitive efficiency that you can experience when you are deprived from caffeine, especially when you are a habitual or heavy consumer. And besides this intuitive feeling, of course, there is evidence in the literature that there are several effects of caffeine on brain function, arousal, and cognitive performance. So given that you're looking at practice effects on a task that is particularly demanding and requires a certain level of attention and involvement, how would you account for that potential bias in a future experimental protocol, for example? Yeah, so I think that is a super difficult component of wanting to do saliva samples, but also having just customs people have of drinking a lot of coffee. I think one option would be to actually ask the people how much coffee they drink on a daily basis, maybe also ask them, even though that is subjectively, to reflect on if they think that if they're deprived from coffee, that actually influences their ability to perform, and then take that into account. Certainly when we were, for example, looking at the different groups, so seeing if for instance, if it would have a big effect, you would expect that in the non-learners, you would have more people who drink more coffee on a daily basis, who also report to be more deprived or more influenced by not getting their cup of coffee. And in that way, I would start to see if at least on a subjective basis, that would control for this variable. Yeah, exactly. And maybe also considering a habituation period, for example, for a few days before coming to the experiment might be also a good way to account for that. Even though I would also think it might bias a little bit who wants to participate, because I think some people who really like their coffee think not for me to leave my coffee for multiple days. Exactly. So, yeah. Prima. Geachte mevrouw Pagen, ik zeg dan niet dokter Pagen, maar mevrouw Pagen. De gelegenheid voor het verdedigen van die proefschrift is thans voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En daarom verzoek ik u en uw gezelschap onze terugkomst, maar vooral ook de uitslag van ons beraad in deze zaal af te wachten.
Okay. Geachte mevrouw Pagen, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van die proefschrift, maar vooral over de wijze waarop u dit proefschrift helemaal heeft verdedigd. Op grond van haar positieve oordeel, maar ook gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft ze besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. Dr. Jacobs is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden en ik geef daarop graag het woord aan de promotor. Prof. Dr. Jacobs. Alvorens over te gaan met het uitreiken van het diploma, wil ik u eerst vragen om de wetenschappelijke eed af te leggen. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij, Linda Helena Geertruida Pagen, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. En ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door de rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. En omdat het project gefinancierd werd door het Center for Integrative Neuroscience, krijgt u ook nog een bul van het Center of Integrative Neuroscience. Beste dokter Pagen, lieve Linda, wat een bijzondere dag is het vandaag. De dag waar je zo hard voor gewerkt hebt de afgelopen jaren. Wat velen hier niet weten, is dat wij al lang voor jij aan je promotietraject begon, van deze dag droomden. Het is ongeveer 7 jaar geleden, ik heb even teruggekeken in mijn e-mailbox, 1 december 2014. Toen stuurde jij, en toen was je nog research master student, mij een mailtje waarin onmiddellijk duidelijk werd dat jij heel goed weet wat je wil. Je schreef: I am looking into the research electives we can take this year, but I did not find anything that particularly interested me in the list provided by the university so far. Nou, dat was duidelijk. En gelukkig kon ik jou wel interesseren voor een cerebellum fMRI project bij mij. Zoals ik aangaf, jij weet heel goed wat je leuk vindt. Dat cerebellum project, dat vond je wel erg leuk, was een goede manier om fMRI te leren. Maar uiteindelijk lag en ligt nog steeds jouw interesse bij stress en de hersenen. En terwijl jij op mijn kantoor je naast zich doorheen BrainVoyager klikte, vonden er heel wat brainstorm sessies tussen ons tweetjes plaats. En dat leidde uiteindelijk tot het stopproject, dat we het zo genoemd hadden.
En even voor de mensen hier aanwezig. Het stopproject is een project dat Linda zelf bedacht had. Het was een project waar de mensen onder stress en onder vreselijke geluiden rekensommen en geheugentaakjes moesten uitvoeren. En Linda moest hierbij zo neutraal mogelijk blijven kijken. Nou, ik kan je garanderen dat we stress aan het meten waren. En jouw ambitie om meer te leren, meer onderzoek te doen en ook meer van de wereld te zien, bracht je een aantal maanden later in Amerika. Het toeval was dat jij stage ging lopen bij Dr. David Sawat, iemand die mij ook nog bekend was, mijn begeleider tijdens mijn promotietraject. En dat zal ook nog gebeuren op het moment dat ik ook in Boston was. Dus tijdens je verblijf in Boston hielden we contact, bleven we werken aan het Cerebellum-project, het STOP-project. We hebben samen genoten van sushi, samen naar verschillende lectures van de Why and How series gegaan. En tegelijkertijd heel veel subsidies geschreven om toch maar te kijken of we die promotieplek voor jou geregeld konden krijgen. Nou, desondanks alle drukte, de niet gelukte subsidieaanvragen toen, ook de gesprongen waterleidingen in het VA-ziekenhuis in Boston die jouw project vertraagden, werd jouw wens naar een promotietraject toch alleen maar sterker. En dat bracht je weer terug naar Maastricht, waar je dus vervolgens een jaar lang als onderzoeksassistente op verschillende projecten binnen onze afdeling werkte. Ondertussen kreeg het Cerebellum-project en de STOP-studie een nette publicatie in het Journal of Alzheimer's Disease. En je enthousiasme en betrokkenheid viel ook op bij anderen. En dankzij steun van Frans en het Center for Integrative Neuroscience samen met Ben kon je uiteindelijk in 2017 aan je eigen promotietraject beginnen. Het werd een groot project naar stress, cognitieve bezorgdheid, de hersenen en het risico op de ziekte van Alzheimer. Onmiddellijk werd duidelijk dat jij niets aan het toeval ging overlaten. Nog voor je officiële startdatum kreeg ik een A4-document met daarop je hele traject en alle taken die je ging doen per maand uitgestippeld. Nou ja, zoals elk project loopt dat natuurlijk wel anders. De pulmetingen bleken complexer. En toen kwam de COVID-pandemie natuurlijk, die alles in de war stuurde. Maar ik heb jou niet alleen leren kennen als een geweldige organisator. Ik heb jou ook leren kennen als iemand die zich met evenveel enthousiasme kan aanpassen. Dat resulteerde uiteraard in verschillende versies van die uitgebreide planning. Zoom-meetings vanop jouw kamer onder het dak, waar het soms wel te warm was. En waar dan allerlei pakketjes voor je buren maar bleven aankomen. En dan uiteindelijk dit mooie proefschrift. Een proefschrift waar duidelijk jouw focus op het begrijpen van individuele variabiliteit en cognitieve zorgen terug te zien is. Maar ook je diversiteit en je brede interesse in methodologie, zowel van cognitief onderzoek tot hersenonderzoek. Lieve Linda, zoals ik aangaf, we hebben je leren kennen als een sterke organisator. Iemand die van reizen, sporten, wandelen met Mignon houdt. Maar dat is niet alles. Ik zou niet volledig zijn als ik niet die andere belangrijke kant van jou zou vermelden. Jij bent heel sociaal. Jij houdt van kletsen. Met jou is het altijd gezellig. Je bent authentiek, open. Iedereen kan het goed met jou vinden. En je kent ook zowel iedereen binnen en buiten de afdeling. Het is meerdere keren gebeurd dat ik aan je vroeg, goh, kun je even naar die persoon om wat te gaan regelen? En dan hoor ik van jou, oh ja, die ken ik. Haar man doet dit en ze wonen daar en ze hebben kinderen. Jij legt makkelijk contact met iedereen. En dat zorgde er ook voor dat je een geliefde spreker was voor het lekenpubliek. Dat deed je geweldig. En met al die kwaliteiten ga je nu verder bij het CBS. Bevolkingsonderzoek doen. Resultaten begrijpelijk maken voor het bredere publiek. Een heel belangrijk iets in deze tijden. En dus na 7 jaar staan we hier.
Je hebt een mooi traject afgelegd, veel geleerd, veel gegeven aan de wetenschap. Ik ga onze gezellige meetings van op jouw kamertje missen, maar ik wil je ook heel veel succes wensen. Het CBS krijgt er een hele leuke collega bij. Ook namens Frans en Ben van harte gefeliciteerd. Ook aan je familie en je vriend. Geachte dokter Pagen, ik wil ook u namens de Universiteit Maastricht natuurlijk van harte feliciteren. En in mijn gelukwensen betrek ik natuurlijk op de eerste plaats het promotieteam. Ook natuurlijk de financierder. Ik kijk naar professor Rutte, die het hele heeft meehelpen financieren. Het is een mooi project geworden. En I also like to switch swiftly in English to also thank all the members of the Corona who took the time to be here, to formulate some questions and to read the thesis. Ik ga terug naar het Nederlands. Ik moet u ook een compliment maken dat ik uw proefschrift op tijd heb gekregen. Veelvuldig krijgt de prorector de avond van tevoren het proefschrift toegestuurd, maar in dit geval had ik het bijna ongeveer 3-4 weken van tevoren. En dat heeft als grote voordeel dat je dat kunt lezen. En dus ben ik het dus gaan lezen en ik dacht van, dit heeft mijn interesse en ik pak toch even die tijd ervoor die we nog hebben ervoor. En ik zag een aantal zaken die we eigenlijk met elkaar delen. Dat is wel best wel leuk. Ook ik heb gestudeerd op Roduc. Op het college daar. Het was een goede leerschool. Ik ben nooit priester geworden, maar ik ben toch op Roduc geweest, zoals u weet. En ook ik heb een tijdje gewerkt in Montreal. Weliswaar op de concurrerende universiteit. U zat op Concordia, ik zat op Laval. Dat is de andere universiteit. Dus dat vond ik wel dingen. En ik was blij met de vraag die u kreeg van de eerste opponent rond de dorsale raven en de locus coeruleus. Maar dat zijn dingen, daar gaan we niet nu over praten, maar dat gaan we op een later tijdstip wel eens doen. We gaan dit geheel afronden en deze ceremonie sluiten. En ik wil bij mijn felicitaties ook uw familie betrekken. Ook de collega's die in de zaal verder zitten. En voor het afsluiten van deze promotie gebruik ik officieel mijn hamer. En sluit ik deze ceremonie. Hoe nu verder? In deze coronatijd, of ik moet zelfs zeggen in deze omicron-tijd die gaat komen,